Tony Bennett belt me eigenlijk nooit. Het is zomer 1995. De telefoon gaat. Ik neem op. Het is Tony Bennett, de wereldberoemde Amerikaanse jazzzanger. De enige echte concurrent van Frank Sinatra. Hij zegt dat hij blij is dat hij mij eindelijk heeft gevonden. Hij heeft heel lang naar mij gezocht, want er komt een nieuwe plaat van hem uit. En daar moet hij over worden geïnterviewd. En hij zal het me eerlijk zeggen, hij hoopt dat ik dat interview wil doen. Volgende week vrijdag is hij in Den Haag, omdat hij moet optreden voor Noisy Jazz. Zou hij in de middag naar Enschede komen voor het interview? Of moet hij een taxi sturen om me op te halen? Zeg het maar hoor. Nou ja, zo ging het niet helemaal. Het was wel zomer 1995. De telefoon ging ook. Alleen was het niet Tony Bennett zelf die belde. Het was een meisje van zijn platenmaatschappij, Sony. Ik was toch wel op Noisy Jazz volgende week, vroeg ze. Ik kwam een nieuwe plaat van Tony Bennett. Kon ik hem gelijk even over interviewen. Zou ze even een kopietje sturen van die cd? Natuurlijk zeg ik dat ik dat zal doen. En stuur het kopietje maar op. Al is Tony Bennett niet helemaal mijn favoriete jazzzanger MV. Dat is Ella Fitzgerald. Ik heb Tony Bennett wel een paar keer zien optreden. Hij heeft een mooi rauw randje op zijn stem en hij heeft een goede timing. Maar ik meen bij hem ook altijd een dubbele agenda waar te nemen. Wat hij voortdurend tijdens zijn zingen uitstraalt is... ja, dat swingt allemaal wel lekker, maar ik moet wel zo weg. Precies wat je bij Phil Collins ook altijd ziet als hij drumt. Maar het verschil is dat bij Phil Collins eigenlijk bedoeld te zeggen... regel in godsnaam een betere drummer, want je hoort toch dat ik er geen zak van kan. Terwijl Bennett juist in alles laat blijken dat hij ervan overtuigd is... de beste jazzzanger ter wereld te zijn. Maar dat hij gewoon even wat belangrijkers te doen heeft en wat het dan is, dat weet je niet. Misschien moet hij als CEO van een groot concern een paar mensen ontslaan... of bij een middelgroot Zuid-Amerikaans land een staatsgreep verijdelen... of juist in gang zetten... of gewoon wat doorsnee maffia-activiteiten die hij te lang heeft laten liggen... of zijn kleinkinderen van school halen. Ik realiseer me ook wel dat Bennett niet op zo'n gesprek met mij zit te wachten. Hij heeft gewoon een platencontract getekend en dan moet hij ook een promotie doen. Ik ben de beroerdste niet, het is 1995, Lady Gaga is 9, dus daar hoeven we het niet over te hebben. Ja, waar wel over? De Nederlandse Belastingdienst lijkt me wel wat. Het is het eerste waar ik aan denk als ik Tony Bennett de hand schud. Dat komt omdat hij sprekend lijkt op mijn belastingmannetje. Hij is ook zo gekleed, in een trui met een ronde hals... en daar weer een overhemd met een strop daaronder. Dat neem ik direct voor hem in. Er is een klik, althans bij mij. En de klik groeit ook nog, want wanneer ik mijn langwerpige zwarte microfoontje... in mijn opnameapparaat stop, zit Tony Bennett daarna te kijken. Hij ziet het merk Sony erop staan. Hij vraagt niet aan mij of het ding bevalt. Hij vraagt niet of het goed werkt. Hij roept direct een meisje van de platenmaatschappij bij zich. Regel zo'n microfoon voor me, zegt hij dwingend. Dan kan het gesprek beginnen. Ik ben niet van het Ivonier-model. Ik heb geen lijstje vragen die ik af ga werken zonder naar eventuele antwoorden te luisteren. Ik zit gewoon volkomen blanco voor hem en ik hoop dat we tot een gesprek kunnen komen. Ik vraag me eerst maar eens of hij nog wat leuks heeft gedaan nu hij in Nederland is. Nou, dat is toevallig wel het geval. Hij was met zijn Nederlandse vriend naar het Rijksmuseum geweest in Amsterdam. Kan het dat ik die vriend ken, vraag ik. Hij kan het zich niet voorstellen. Die vriend heet Toons Herman. Ook een kunstschilder, net als hij. Ze zochten elkaar altijd op en dan hadden ze het over hun schilderkunst. Over muziek hebben ze het nooit. Ja, het kan wel zijn dat die vriend ook zingt, zegt hij. Maar daar hebben we het verder nooit over. Nee, Toons Herman, fijne vent. Hij is ook bij hem thuis in Amerika geweest. Altijd leuk om met Toons af te spreken. Het gesprek wordt verder best aardig, al herinner ik me verder helemaal niets meer van. Maar ik weet wel dat ik besluit s'avonds naar zijn concert op Noisy Jazz te gaan. Daar zit ik in een stampvolle zaal naar een leeg podium te kijken. Nou ja, leeg. Er staat een vleugel, een drumcel, er ligt een contrabas en een gitaar. Je weet dat zo de Noordse presentator van dienst het podium op zal lopen... om Tony Bennett en zijn kwartet aan te kondigen. Ik weet niet meer wie die presentator van dienst had moeten zijn... maar er loopt een reizige gestalte in een bruin lederen jasje het podium op... die aandacht vraagt voor zijn grote vriend Tony Bennett. Ik val van mijn stoel, die man ken ik. Die ken ik heel goed. En mijn ouders kennen hem ook. En mijn grootouders. Al mijn ooms en tantes en mijn buren... Die man is bekender dan die hele Tony Bennett. In de zaal gonst herken ik ook. Iedereen staat op om deze presentator een staande ovatie te geven. Dit is niet zomaar iemand, dit is Toon Hermans. Die had Tony Bennett dus bedoeld met Toons Herman. 6 jaar later belt de platenmaatschappij weer. Of ik Tony Bennett zou willen interviewen. Er komt een nieuwe cd aan, vandaar. Dit keer moet het telefonisch gebeuren. Bennett zit in een kantoor in New York... en ik zit op de redactie van Tubantia in Enschede... Lady Gaga is inmiddels 16, maar gelukkig nog steeds geen gespreksonderwerp. Veel trek heb ik niet in dat interview. Maar omdat ik één belangrijke vraag voor Tony Bennett heb... zeg ik tegen het meisje van de maatschappij...
dat ze die afspraak kan regelen. Als ik hem aan de telefoon heb, stel ik hem die ene vraag maar direct. Weet hij wel dat Toons Herman is overleden? Wat ik vermoed blijkt waar. Toon Hermans is al een paar maanden dood en zijn grote vriend Tony Bennett weet van niks. Hij klinkt oprecht verslagen. Hij zet me meteen aan het werk. Ik moet bloemen bestellen, de grootste bos die ze hebben, en de rekening kan gewoon naar zijn secretaresse. Ik beloof het allemaal, maar ik heb geen idee hoe ik dat moet aanpakken. Maar ik heb wel het gevoel dat ik Tony Bennett over iets belangrijks heb kunnen informeren. En hij heeft me verder nooit meer gebeld. Lady Kaka daarentegen wel trouwens, dat blijkt later.